Ik zelf hanteer altijd het motto dat je waarde moet creëren voor jouw klanten. En als je daarop focust, dan komt het betalen vanzelf. Als je iets gaat doen om er geld voor te krijgen, dan wordt dat lastig. Dus mijn tip is, creëer waarde. Dat hoeft niet zo te zijn dat dat betaald moet zijn. Maar zorg iets waar klanten van denken, ja shit, dat is gaaf. Dit vind ik te gek, hier kan ik iets mee. Die voedingadviezen zijn geweldig. En dan voel je vanzelf wel of je daar geld voor kan vragen of niet. Wat belangrijk is, is jij bepaalt, zoals hier mooi staat, de drukte na 6 april. Je kunt nu maximaal inzetten op kennis delen, op tips geven, voedingadviezen, stress, slaaptips. Dat kan je gratis doen, zodat je het 6 april heel druk gaat krijgen. Of je zegt van nou joh, ik ga er wel kleine dingen voor vragen. Ik ga er grote bedragen voor vragen. Mijn belangrijkste tip is, zorg dat je waarde creëert voor jouw klanten. Dus zoek uit, waar heeft die klant behoefte aan? Ik had een tijd nog iemand die zei ook van ja, ik heb een kapper en die kan niet werken, want die heeft zo'n schouderklachten. Oké, interessant. Hoeveel kan hij niet werken? Nou, 50%. Oké, wat is dat dan omzet? Durf ook stoere vragen te stellen. Nou, dat kost iemand 6.000 euro per maand. Goh, als ik jou voor 600 euro daar vanaf kan helpen, is dat interessant. Dat is 10%. Waar moet ik tekenen? Hoe laat kom je bij me langs? Of hoe laat zien we elkaar online? Ja, dus kijk altijd naar, creëer ik waarde? En bepaal dan of je dat uiteindelijk weggeeft, omdat je dan 6 april druk krijgt. Of dat je zegt van, nee, ik wil het gewoon nu hebben. Ja? Belangrijk advies voor jullie.